De Europese schaatskampioenschappen in het Noorse Hamar worden in 1953 een puur Nederlandse aangelegenheid. Kees Broekman en Wim van der Voort rijden voortreffelijk en staan met de regelmaat van de klok op het erepodium. De 10.000 meter moest de beslissing brengen voor het kampioenschap. Broekman reed tegen de Oostenrijker Offenberger een fantastische race. Op de rechte einde, maar meer nog in de bochten, toonde hij op overtuigende wijze zijn prachtige techniek. Hij wist zijn tegenstander 3 ronden voor het einde zelfs te passeren en arriveerde aan de eindstreep na 17 minuten en 13 seconden. Daarmee had Kees Broekman niet alleen de snelste tijd op deze afstand gemaakt, maar tevens beslag gelegd op de Europese titel. Van der Voort bezette de tweede plaats. En in Zürich wordt Adi van Vliet wereldkampioen bij de sprinters. Van Vliet nam direct de kop. Harris en Sacchi volgden hem als 2 en 3. In een kalm gangetje draaiden de renners over de baan, tot Van Vliet op 350 meter voor de finish na een felle demarrage. Zo verrassend was zijn sprong, dat zijn beide tegenstanders niet eens meer moeite deden om hem in te halen en ver achter hem de streep passeerden. Onder de toejuichingen van het publiek mocht de 37-jarige Van Vliet vervolgens voor de derde maal in zijn grote wielercarrière de regenboogtrui aantrekken. En dan hebben we nog Piet van der Pol, op weg naar een nieuw Europees kampioenschap. Het was de tweede maal in zijn carrière dat Van der Pol de Europese titel 47-2 op zijn naam bracht. Tijdens de eerste maanden van 1954 vriest het dat het kraakt. De rivieren zitten dicht en de ijsbrekers moeten de binnenscheepvaart te hulp komen. De veerponten liggen stil en automobilisten kunnen de rivier oversteken zonder veergeld betalen. In de Zaanstreek hebben ze weer iets anders bedacht om te genieten van deze strenge winter. En zelfs de Amsterdamse obers hebben de schaatsen ondergebonden. Na 7 jaar wordt er ook weer een elfstedentocht gehouden. De weersomstandigheden zijn bijzonder gunstig. Het vriest licht en er staat een matige wind. Daardoor ligt het tempo bijzonder hoog. Telefonisch kwam er bericht door dat in Harlingen een kopgroep van 6 het eerst voorbij was gekomen. Deze 6, waaronder 4 Friezen, bereikten om 11 uur Van den Berg, Nauta, De Koning, Verhoeven en Leffertstra. Terwijl de kaarten werden afgestempeld, dronken de rijders een kop soep of een kop chocola, maar ze hadden er eigenlijk de tijd niet voor. Van hun gezichten waren de spanning en de inspanning duidelijk af te lezen. Garicius was de eerste die zich al drinkend nog op weg begaf naar Dokkum. De voorsprong op het tijdschema bedroeg al bijna een uur toen de rijders van de kopgroep op de splitsing bij Bartlehiem ten noorden van Leeuwarden de weg naar Dokkum insloegen. Naarmate ze dichter bij het einddoel kwamen, werd de belangstelling van het publiek groter. Om 12:15 middags waren de 6 koplopers terug op het kruispunt. En vandaar resten toen nog maar een kleine 10 kilometer tot Leeuwarden. In de Friese hoofdstad werd aan de voet van de Oldenhoven de finish in gereedheid gebracht. De politie zorgde er geheel in stijl voor dat niemand op de baan de rijders in de weg zou lopen. Om precies 13:30 stoven de 6 leiders Leeuwarden binnen. Hier moest op 500 meter van de finish nog een moeilijke hindernis worden genomen. Jeen van den Berg bereikte als eerste de loopplank naar de wal, gevolgd door Verhoeven, Garicius, De Koning, Nauta en Leffertstra. De rijders haasten zich over stro naar de stadsgracht om een zo gunstig mogelijke positie te verkrijgen voor de eindsprint. In het gedrang dat ontstond geraakte Verhoeven uit balans. Garicius kwam te vallen. Maar Jeen van den Berg, een jonge Friese onderwijzer uit Nijbeets, liet zich niet van de wijs brengen. En hij was het die onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar door de finish kwam.
negende Elfstedenwedstrijd werd verreden met een gemiddelde snelheid van bijna 27 km per uur in de nieuwe recordtijd van 7 uur en 35 minuten. Van den Berg was blij dat hij de schaatsen kon verlaten. Iets wat we volledig kunnen begrijpen. De onstuimige groei van de luchtvaart is niet meer tegen te houden. En het verkeer op de weg neemt zo snel toe dat er nieuwe, bredere wegen nodig zijn. De weg van Amsterdam naar Utrecht gaat nog steeds langs de Vecht. Maar in 1954 wordt er een nieuwe vierbaans autoweg geopend. In tegenwoordigheid van duizenden belangstellenden opende de minister van Verkeer en Waterstaat, meester Algera, deze nieuwe verbinding. Hij was ook de eerste die er in de richting Utrecht gebruik van maakte. Tweemaal zo snel als voorheen, dat wil zeggen in een half uur kan men nu van Amsterdam naar de Domstad rijden. Over een veilige, kaarsrechte weg die niet meer gekruist wordt door wegen op gelijk niveau. Met allerlei kunstwerken zoals viaducten en bruggen is hierin voorzien. Deskundigen hebben uitgerekend dat deze weg alleen al een benzinebesparing van 2 miljoen liter per jaar oplevert. De nieuwe autostrada komt niet in de stad Utrecht zelf uit, maar sluit even daarbuiten aan op de andere rijkswegen, waardoor tevens de verbinding van de hoofdstad met het zuiden en oosten van het land aanzienlijk sneller is. De democratisering van het autobezit wordt ook duidelijk op de rij. Er komen steeds meer betaalbare kleine auto's. Door de komst van de bromfiets wordt het verkeersbeeld radicaal veranderd. Tussen 1950 en 1955 stijgt het aantal brommers in ons land van 50.000 tot een half miljoen. Een vertienvoudiging in 5 jaar. De wedstrijd werd verreden in 3. Wat zei ik nou? Ik kan mezelf niet horen. De wedstrijd dan ging over 3 ritten. 2 van 12. En wat een lawaai. En een finale. Kunt u me verstaan? En een finale van 20 ronden. Van 80 kilometer. Zo reden de bromduivers 44 rondjes van elk 850 meter. En ze hadden bij het publiek een oorverdovend succes. De Groningse renner Piet Notenbomer won de race. Door de opbloei van de economie is Nederland een welvarend land aan het worden. Met volle winkels en een koopgraag publiek. De huishoudbeurs toont steeds meer nieuwe apparaten die het de huisvrouw gemakkelijker maken. Er was een huishoudrooster te zien waarin het vlees binnen luttele minuten door een infrarode bestraling wordt gebakken en gebraden zonder dat er vet bij nodig is. De naar nieuwe snufjes hongerende huisvrouwen toonden ook veel interesse voor de nieuwste elektrische vatenwasmachine die de vaat in een knop omdraaien automatisch reinigt en droogt. Een ware uitkomst voor de vrouw des huizes. En voor de heer des huizes. Voor hem ligt ook op ander gebied een betere toekomst in het verschiet, dankzij de elektrische wasmachine die het wasgoed volledig schoon en droog kan maken. Het is een handig apparaat, zoals er vele waren op deze huishoudbeurs. De bezoeksters konden er niet genoeg van krijgen. Amsterdam heeft de primeur van de eerste vrouwelijke politieagenten. Voor het Centraal Station brachten enkele dames de eerste dag van hun officiële optreden in het openbaar licht in de verkeerstoestand. En ze staken, dat bleek al gauw, de handen uit de mouwen. Waar dat nodig was, werd streng opgetreden. Want ook de vrouwelijke verkeersagent heeft de automobilisten volkomen in haar macht. En niet alleen hen. Velen nemen nu al hun hoedje af voor het optreden van deze dames. Zelfs op de Dam kan de verkeersregeling aan hen worden overgelaten.
In de omgang met het publiek brengen ze een element dat door velen op prijs zal worden gesteld. Maar niet door iedereen. Bij oversteken helpt de agenten graag een handje, maar bij overtreden roert ze haar mondje. Omdat het de eerste keer was, kwam deze verkeerd parkerende automobilist er nog met een schrobbeer. Een nieuw verschijnsel is ook de BB, de bescherming burgerbevolking. Die moet de burgerij beschermen tegen oorlogsgeweld. In Nederland blijft het bij een oefening, maar in andere delen van de wereld is het bloedige ernst. Dat mooie Holland van opa Schram is in de afgelopen 5 jaar een stuk drukker, voller en sneller geworden. Bijna 11 miljoen Nederlanders, allemaal op weg ergens naartoe. De mens van deze tijd heeft haast. Hij raast langs de wegen met zijn auto, zijn motor, zijn bromfiets of zijn gewone fiets. Verbaast het u dat er in 1954 1500 doden te betreuren waren? En dat 32.000 mensen gewond werden? Kijk eens naar die open auto. De chauffeur ervan bekommert zich niet om de verkeersregels. Ook de bromfietser denkt het Rijk alleen te hebben. Vaak met noodlottige gevolgen. En het verkeer raast maar verder. 1500 doden in 1954. Dat is de schaduwzijde van de ontwikkeling. Maar Nederland is de gevolgen van de oorlog en het verlies van Indië te boven gekomen. En er beleeft nu een ongekende opbloei. Op de tentoonstelling 1.55 in Rotterdam worden vol trots de vorderingen van industrie en techniek getoond.